Beste medeburgers van Sint-Niklaas, Belzere, Nieuwkerken en Sinaai. We beleven moeilijke tijden. Het coronavirus zorgt voor een ernstige verstoring van ons dagelijks leven. De beelden van patiënten zijn verschrikkelijk en er zijn helaas ook mensen overleden. Deze crisis raakt ieder van ons zonder uitzondering. We moeten ons allemaal grondig reorganiseren. De mensen die instaan voor de zorg, hulpverlening, voeding en andere essentiële taken doen hun uiterste best en verdienen onze dank en bewondering. Ik zie in onze stad ook een heel grote zelfredzaamheid en enorm veel solidariteit. De coronacrisis brengt bij een massa mensen het beste van zichzelf naar boven en dat siert hen. Helaas is er ook een kleine minderheid die de ernst van de toestand nog steeds niet inziet. Door hun lichtzinnigheid brengen zij anderen en zichzelf in gevaar. Nog erger zijn mensen die zich ronduit grof, asociaal en zelfs agressief gedragen. Ik wil een beroep doen op de verantwoordelijkheidszin van iedereen. Alleen als we allemaal blijk geven van voldoende burgerzin, kunnen we het coronavirus stoppen. Dat begint met uzelf goed te informeren. Hou er rekening mee dat de maatregelen elke dag kunnen veranderen en strenger worden. U vindt alle informatie op de website www.sindiclaas.be/slash coronavirus. De hulplijn van het stadsbestuur 03-760-9271 is elke werkdag bereikbaar. Beste mensen, ik vraag u met aandrang: volg alstublieft strikt de richtlijnen in verband met hygiëne en afstand houden. Blijf thuis, tenzij u een aanvaardbare reden hebt om uw woning te verlaten. Besef dat de politie kordaat zal optreden tegen inbreuken en dat overtreders strenge straffen riskeren. Beste stadsgenoten, wees voorzichtig en blijf kalm. Zorg goed voor uzelf en voor de mensen rondom u. Heb ook aandacht voor eenzame en kwetsbare mensen in uw omgeving. Vergemakkelijk het werk van de zorgverleners. Heb geduld en begrip voor mensen die nu aan het werk zijn en overstelpt worden met vragen. En als u een handje wilt toesteken, meld u dan bij een van de burgerinitiatieven. Samen overwinnen we de coronacrisis. Ik dank u.